De verkeersveiligheidsmaat vraagt aandacht aan alle weggebruikers voor de vele verkeersongevallen die plaatsvinden. En hoe men bewust een positieve bijdrage kan leveren ter bevordering van onze verkeersveiligheid, dan wel indammen van verkeersongevallen. Het Verkeersveiligheidsinstituut, die verantwoordelijk is voor de centrale aansturing en monitoring van verkeersveiligheid in het algemeen, timmert al geruime tijd op de weg om een structurele oplossing te brengen in onze verkeersproblematiek. Met structurele oplossing wordt bedoeld een duurzame investering in onze verkeer. Zoals de verkeerseducatie waarmee wij ons nu bezighouden, waarbij wij vanaf jongs af de kinderen een verkeersveiligheidsleefstijl aanleren. Verder zijn we bezig met de bromfietscertificering, die al geruime tijd opgenomen is in onze rijwet, om die zo snel als mogelijk te implementeren. Als we kijken naar de cijfers, zijn onze bromfietsers de meest kwetsbare groep. Ook zijn we continu bezig met voorlichting op de scholen, via in de buurten, ook via social media geven we verkeerstip. Dit om het gedrag van onze weggebruikers te beïnvloeden. Wij bekijken mogelijkheden om een verkeershandhavingunit op te zetten ter ondersteuning van het Korps Politie Suriname. Ons thema van dit jaar is Verkeersveiligheid begint bij mij. Dit thema is ontstaan vanuit het gedrag van onze weggebruikers. Er heerst een zekere mate van verkeeronvolwassenheid. Zo gauw men verkeersregels, actie van de politie zien als te zijn dwang, hinder en storend. Ik roep hierbij een ieder op om een verantwoordelijke houding aan te nemen in het verkeer. Want verkeersveiligheid begint bij jou, verkeersveiligheid begint bij mij. Ik mag u aangeven dat het korps al wat in haar vermogen ligt om de handhaving van de verkeersregels zo goed als mogelijk te doen, reeds benut. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn zichtbaar en onzichtbaar op de weg, onopvallend om dat zo te noemen. Omdat wat wij merken, is de politie ergens zichtbaar, weet ieder zich te houden aan de regels op het moment dat wij daar weg zijn, verandert dat. En dat heeft dan gemaakt dat we van tactiek zijn veranderd. Elke periode die heeft zijn eigen karakteristieken. En aan de hand van de periode, de statistieken, eigenlijk de informatie die wij hebben over een periode, worden operaties uitgegooid, georganiseerd, noem maar op. Zeker met het oog op de veiligheidsmaand. Die gaat gedeeltelijk simultaan met wat wij kennen als de grote vakantie. Dat wil zeggen een drukte op straat, maar ook veel jeugdige kinderen thuis of op straat. En wij focussen ons ook daarop. Breng een beetje voorlichting naar de jeugd toe. Maar zorg er ook voor dat je zichtbaar bent op plekken waar je zeker weet dat er een hoge verkeersintensiteit is. We praten over de vakantie. We hebben ook landgenoten die misschien elders in het buitenland hun vakantie zullen doorbrengen. We hebben de afdeling ANRS die hun frequentie, laat mij dat zo noemen, om verkeersvonnissen uit te reiken heeft opgevoerd. Ze zijn op de luchthaven. En het is haast elke vlucht raak dat er mensen uit de rij worden gevist die openstaande verkeersboetes hebben. Dus we roepen de mensen ook op, voordat u het land verlaat, gaat u na als u openstaande verkeersboetes heeft. Als u op de luchthaven erop wordt betrapt dat u openstaande boetes heeft, gaat u die eerst moeten voldoen voordat u aan boord gaat. We hebben ook gevallen waarbij mensen hun boete conform het vonnis niet meteen kunnen afwikkelen. Helaas moeten die mensen dan naar het huis van bewaring. Dus wil zeggen de mensen, let erop. Punt 1, voorkom dat je een verkeersboete krijgt, dat je een overtreding begaat, hou je aan de regels. 2, mocht dat het geval zijn, handel de boete netjes af, zodat wij jou niet hoeven op te zoeken.
de roadblocks die spreken voor zich. We hebben de grote roadblocks. We hebben ook de, wat wij kennen als de iets kleinere roadblocks. Die zijn wat dynamischer van aard. Dat wil zeggen dat wij niet op één punt blijven. Maar dat wij natuurlijk naar verschillende locaties gaan. Omdat wanneer er een actie is, het nieuws verspreidt zich snel. De politie is daar bezig. Nou, wij gaan mee met de flow, om dat zo te zeggen. Wij moeten erbij stilstaan dat grotendeels van onze acties of activiteiten gepaard gaan met het verkeer. Zij het een sociale activiteit, is het iets om in ons bestaan te voorzien, ik zeg maar wat werk, school, noem maar op. Het heeft hoogstwaarschijnlijk een belangrijke link met het verkeer. Via het verkeer verplaatsen wij ons. Dat wil zeggen dat wij niet alleen zijn op de wegen. Laten we er rekening mee houden dat er ouders, kinderen, ouders, noem maar op, ouderen in het verkeer zijn. De wegen zijn niet alleen van ons. En alleen als wij ons gezamenlijk gedragen, zoals dat is voorgeschreven, zoals de regels dat stellen, kunnen we werken aan een veiliger verkeer. De politie is slechts een schakel in die gehele keten. Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilig verkeer. Data is belangrijk. Je hebt data nodig om goed beleid te maken en vooral om zaken structureel aan te pakken. Het Verkeerveiligheidsinstituut die heeft een samenwerking met de verschillende stakeholders. En de verschillende stakeholders die houden zich ook bezig met data. Ik denk aan KPS die de verkeersdoden registreert. Ik denk aan AZP die de verkeersongevallen registreert. En die verschillende stakeholders die sturen dan de data voor ons. Hier bij VVI wordt de data geanalyseerd. En vanuit de data kunnen we dan een goed beleid en een structurele plan van aanpak schrijven in zaken het verkeer. Het afgelopen jaar, 2023, waren er 69 verkeersdoden geregistreerd. En als we nu kijken, van januari tot heden, hebben we nu al 36 verkeersdoden. Let wel, het is schrikbarend. Vandaar dat het VVI heeft besloten verschillende projecten te initiëren en uit te voeren. Vooral om de bewustwording bij de verkeersdeelnemers op gang te brengen of aan te wakkeren. Van januari 2024 tot heden zijn er 1523 verkeersongevallen geregistreerd bij het AZP. En dat is schrikbarend. Wanneer we kijken naar de verschillende dagen in de week, in 2023 hadden we op de zondag meer verkeersongevallen. En wij gaan ervan uit dat de oorzaak daarvan was, in het weekend gaan meer mensen feesten. Mensen kijken dan dieper in hun glaasje en in de late uren, dus 00 uur in de ochtend op de zondag, dan is het zo dat er heel veel mensen zich aanmelden bij het AZP wanneer het gaat om verkeersongevallen. Nu zien we een verschuiving. Toch? Nu hebben we op de maandag meer verkeersongevallen. Hoe of waarom is nog een grote vraag voor ons. Maar met universiteitsstudenten zullen we nagaan waarom die verschuiving. Wanneer we kijken naar leeftijdscategorie, dan zien we dat de meeste verkeersslachtoffers tussen 14 en 35 jaar zijn. Dus we verliezen heel veel jonge mensen in het verkeer. Vandaar dat het VVI wil komen met permanente verkeerseducatie. We willen het doen op GLO, VOJ, maar ook op VOS niveau. De meeste mensen kennen de verkeersregels niet. Mensen gaan naar rijles. En zolang ze hun rijbewijs in handen hebben, dan vergeet de vergiet alle verkeersregels. Dus vandaar dat wij ook willen komen met een soort van refreshment cursus. Wanneer je rijbewijs in handen hebt, dat je misschien na 5 jaren terug moet komen voor een refreshment. Mijn boodschap, verkeersveiligheid begint bij jezelf. Als u ermee start en ik ermee start, dan weet ik zeker dat we ietsje veiliger verkeer zullen hebben in Suriname. Dus mijn motto is altijd, verkeersveiligheid begint bij u. Laat me vast beginnen. Verkeersveiligheid behoeft integrale aanpak. Internationaal is afgesproken, de 3 A's. Engineering, enforcement en education. Engineering van voertuigen, maar ook engineering van de weg.
En engineering van de weg is waar in principe het ministerie van openbare werken komt bijkijken. Wij zijn dus verantwoordelijk voor de wegontwerp, de inrichting van de weg, verkeersregels, onder andere meubilair, maar ook de status van je weg. Dat is waar het ministerie de verantwoordelijkheid over heeft. De inrichting van de weg, dat is ook onder andere de verantwoordelijkheid van openbare werken, behalve verkeersmeubilair en wegmarkering, maar het zorgen voor voetpaden, fietspaden. Dat zijn een aantal dingen die waarvoor het ministerie zal moeten zorg dragen. Belangrijk is dat we met elkaar moeten afstemmen, wat willen we? Geven we voorkeur aan het langzaam verkeer, fietsers, willen we dat stimuleren? Zullen we meer voetpaden of fietspaden aanleggen, etc. Wat we de afgelopen periode hebben gedaan, dan praat ik over vorig jaar en dit jaar toe, dus lopende projecten. We hebben van de bestaande verkeersregelingsinstallaties, de VRI's, die hebben we vernieuwd. De bekabeling, maar ook de verlichting. Dus we hebben de oude lampen vervangen met LED-lampen. Die schenen dus veel beter. Dus je zou het vanuit een verdere afstand kunnen zien. Dat hebben we gedaan. Het project is ook nog gaande. We hebben een inhaalslag gepleegd wat betreft wegmarkering. Een aantal kruispunten hebben we aangepakt waarvan de wegmarkering helemaal vervaagd was. Dus voor bestuurders wisten niet waar ze zouden moeten sorteren. Dus dat hebben we zo wat aangepakt. Is ook nog gaande. We hebben een pilot gedaan voor wat betreft de verlichte kattenogen. Er komt zeker een vervolg en die zullen we plaatsen op donkere wegen, wegen waar er geen verlichting is, donkere bochten. Onder andere de Oost-West-verbinding richting Mungo, daar heb je een aantal gevaarlijke bochten. Dus die krijgen zeker verlichte kattenogen. En we zijn ook belast met beleid qua de bermen. Dus als je iets wil doen op de berm, zeg maar bestraten, moet je vergunning hebben. En daarvoor hebben we ook richtlijnen vastgesteld. Als je dat wil bestraten, hoeveel, hoe ver is de afstand vanuit de hoek. Je moet dan verplicht een voetpad aanleggen. Het zijn allemaal dingen die we hebben gedaan om richting verbeterde verkeersveiligheid te gaan. Het thema voor dit jaar is verkeersveiligheid begint bij mij. Geeft dus aan dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft, behalve de instanties, de politie, het ministerie van openbare werken, heeft iedere burger een verantwoordelijkheid. Dus van hieruit zou ik een beroep doen op iedere burger om zich ook aan de regels te houden. Hou je aan de max toegestaande snelheid, rijd je door rood. Als je op de brommer moet, doe zeker je helm op. Ik denk dat als we met z'n allen meewerken, dat het verkeer een stuk veiliger wordt. En dat komt ons alle ten goede. Nou, wat hebben we gedaan? Heel veel. Vanaf publicaties in de kranten, waar we over verschillende onderwerpen geschreven hebben met betrekking tot het verkeer. En informatie is altijd nodig voor verkeersdeelnemers om dat mee te nemen in hun verkeersgedrag, rijgedrag, loopgedrag, fietsgedrag. Nou, we hebben in dat kader verschillende zaken gedaan. Zo hebben we naast de publicaties in de Ware Tijd hebben we met name verkeersinfomercials geproduceerd of laten produceren, een zestal, die de mensen ook kunnen zien op de televisie. Maar we hebben ook bijvoorbeeld elke ochtend bij het radiostation, als ik dat mag noemen, bij de Surinaamse de Stichting Radio Omroep Suriname, SRS, hebben we elke ochtend een verkeerscode. Elke ochtend wordt die meegegeven aan de verkeersdeelnemers. Van de recente datum is ook de introductie van verkeersbrigadiers. U weet, we kennen verkeersbrigadiers van de lagere school. Maar sinds een jaar is die ook geïntroduceerd op de VO-scholen, wat we dus noemen Kennels, Mulo, LBO en de technische school. We weten dus dat we een poos bezig zijn met die gedachtenwisseling rond de instelling van een verkeersautoriteit bij wet. En daarin zien wij dus een belangrijk voordeel. Laten we zeggen, ik heb dus in een eerder verband aangegeven
dat wij als KSV die instelling van de verkeersautoriteit zien als een belangrijke bekroning van inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gepleegd op het gebied van verkeersveiligheid. Maar daarna zijn er dus ook nog wel wat zaken gebeurd, totdat we de instelling hebben gehad van het Verkeersveiligheidsinstituut. Het verschil nu met die verkeersautoriteit is dat wij denken dat die verkeersautoriteit wettelijk meer aan armslag nodig heeft. Maar die autoriteit krijgt een wettelijke basis. Toch? Krijgt een wettelijke grondslag. Dus die autoriteit kan redelijk autonoom functioneren. En het is waarschijnlijk de eerste autoriteit die echt met een vraagstuk bezig zal zijn waar mensenlevens in het geding zijn. Toch? Want we kennen een aantal autoriteiten in Suriname. Maar gaat u dat maar vergelijken waar de meeste slachtoffers vallen. Wat de impact is van aanrijdingen, ongevallen. En niet alleen voor de medische sector, maar wat kost het bedrijfsleven? Aan productieuren, menskracht, maar ook schade toch? Ik wilde daar net zeggen van er is autoriteit nodig om levens te redden. Geachte kijkers en luisteraars, vandaag markeren wij de aftrap van de Verkeersveiligheidsmaand 2024, een maand die in het teken staat van ons gezamenlijke streven naar een veilige en zorgvuldige verkeerscultuur. Het thema van dit jaar, Verkeersveiligheid begint bij mij, onderstreept een essentiële boodschap, namelijk dat elke individuele actie en beslissing een cruciale rol speelt in het bevorderen van de verkeersveiligheid. Als ministerie van Justitie en Politie nemen wij onze verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin verkeersveiligheid centraal staat. Wij zetten ons in voor een cultuur van bewustwording en betrokkenheid, waarbij iedere burger wordt aangemoedigd om actief bij te dragen aan een veilige verkeersomgeving. Verkeersveiligheid is geen taak van één persoon of één organisatie, maar een gezamenlijke inspanning. Het begint bij onszelf, bij ons eigen gedrag en onze eigen keuze. Laten wij tijdens deze maand onze inzet tonen door verantwoordelijkheid te nemen en onze kennis en ervaring te delen. Ik roep iedereen op om het thema Verkeersveiligheid begint bij mij in de praktijk te brengen en samen te werken aan een veiliger verkeer voor ons allemaal. Laten wij deze maand gebruiken om de bewustwording te vergroten en concrete stappen te zetten naar een veiliger verkeer. Ten slotte doe ik de officiële afkondiging van de Verkeersveiligheidsmaand 2024.